Waar we het nu gaan over hebben, ik denk dat het eerste gevoel dat jullie daarbij krijgen, dat zoiets als dit zal zijn. Zo heel guur en veel wind en heel, heel erg koud. Maar ik weet dat het absoluut niet nodig is, want het zal allemaal duidelijk worden in de volgende minuten. We gaan het hebben over cryotherapie. Ik ben het woord de laatste weken trouwens verschillende keren tegengekomen in de media. Eindelijk krijgt deze helende behandeling de aandacht die ze verdient. En daar zal Diana Horemans heel blij mee zijn, want ze heeft keihard gevochten voor haar eigen Cryo Sauna Center. En dat runt ze nu samen met onder meer Martin en nog een aantal andere mensen in Brasschaat. Goedemorgen, Diana. Goedemorgen, Alexandra. Cryotherapie, hoe lang bestaat het al? Cryotherapie, dat bestaat al van de jaren 80. Dus dat is oorspronkelijk op de markt gekomen door een Japanese reumatoloog die dat in verband met pijnstilling en ontstekingsremmer gelanceerd heeft. Mm-hmm. Met nu heel veel succes, ja. Ja, uiteraard. Al die goede dingen komen vaak uit Japan, hè. En nu is het eindelijk ook bij ons. Je moet me even uitleggen, wat gebeurt er tijdens zo'n sessie? Ja, tijdens zo'n sessie wordt je lichaam eventjes heel sterk afgekoeld. Je staat in een cabine eerst in min 60 en dan loop je door naar de min 110, waar je 2 minuten 40 in verblijft. En daar wordt je bloed eigenlijk, je lichaam reageert daarop als een soort van survival modus. Je bloed wordt teruggetrokken naar je vitale organen. En op dat moment schieten er enorm veel fysiologische effecten in gang. En dan komen er endorfinekes vrij, er komt serotonine vrij, er komt dopamine vrij. Dat zijn allemaal van die feel-good hormonen. Ja. Dat geeft een gigantische boost. Dus dat is echt een fantastisch gevoel. Ja, één gevoel dat ik nu ook wel heb, min 110 graden Celsius, dat zorgt ongetwijfeld voor een schok. Moet ik dan op voorhand mijn hart of zo laten testen of ik dat wel aan kan? Nee, dat is absoluut niet nodig. Alleen als u een persoon bent die echt wel degelijk hartklachten heeft of bloeddrukklachten, dan is het raadzaam om even af te checken bij de arts of dat je dat wel mag of niet. Maar als u een normaal goed gezond lichaam hebt en u mag in een warme sauna, ja, of u vertoeft regelmatig in een warme sauna, dan kan u perfect ook in de cryosauna. Yep. Het was de bedoeling dat ik het eerder deze week zelf voor de eerste keer zou proberen, hè? Maar ik heb zo'n klein ongelukje gehad met mijn oog in het weekend. Ja. Ja, heel erg jammer, waardoor ik van de oogarts even niet in extreme koude mag komen. Maar dat maken we nog wel goed, hè? Ja, begin januari zie je mij verschijnen, hoor. Want ik ben er echt van overtuigd dat ik het wil doen. Maar misschien moet jij het dan proberen te omschrijven. De allereerste keer als je daarin stapt, wat gebeurt er dan allemaal? De allereerste keer, je gaat natuurlijk sowieso al een spannend avontuur tegemoet, omdat je niet weet wat er op je afkomt. Maar ik kan u wat dat betreft heel erg gerust maken. Je hebt droge kou en je hebt vochtige kou. En hetgeen wat we afgelopen weken gevoeld hebben in de weersomstandigheden was eigenlijk allemaal heel erg vochtig. Mm-hmm. En dat gaat tot op je bot, dus dat is echt geen aangenaam gevoel. Nee. Als je daarentegen een hele mooie open winterse dag van min 18 graden met zonnetje aan de hemel, dan kun je gewoon in een trui eigenlijk buiten. Dan heb een trui en een sjaal en een muts. Nodig. Ja. Voilà. En dat is eigenlijk de ervaring die je opdoet in zo'n cabine. Dus mm-hmm. Het is echt super droge kou. Vandaar dat dat heel en heel goed te verdragen. Ja, anders zou je het niet kunnen volhouden natuurlijk. Nee, waarvoor is het allemaal goed? Voornamelijk, oorspronkelijk is het op de markt gekomen, als ik net al gezegd heb, voor ontstekingsremming en alles wat met pijnstilling te maken heeft. Ondertussen zijn er ook al heel wat brandwondenpatiënten bij ons geweest die jeuk hebben. Dat is ook een vorm van pijn. Dat wordt daar ook heel erg mee gestild. En daarnaast hebben we al een heleboel topsporters in de cabine gehad die dat ter voorbereiding of ter recuperatie doen. En mensen die gezond zijn, laat u niet afschrikken, want je kunt de weerstand echt zo hoog mogelijk tillen. Dus er zijn een heleboel zaken die je een boost kunnen geven. Een energietekort of een beetje werken aan je energie, kom zeker eens langs. Zeker de moeite. Oké, ik heb gezien op jouw website, buiten die getuigenissen van al die mensen, jouw hondje gaat zelfs mee in de cryosauna. Ja, deze gaat mee in de cryosauna. Zij heeft ook heel veel last van jeuk. Ja. En aangezien dat de ervaring is die ik opgedaan heb met de brandwondenpatiënten, dat heel veel pijnstillend werkt in die richting, heb ik dat met haar ook uitgetest. En wij gaan nu gezamenlijk met z'n tweetjes, 2 keer per week,
Ik heb het gezien, je hebt een filmpje gestuurd en ze zit daar op haar gemakje zo rond te kijken. Voilà. Ja. Vindt dat fantastisch. En die kijkt ook altijd naar de mensen die erin gaan. Die vindt dat super spannend. Die doet dat heel graag. Ja, voor alle duidelijkheid, je hebt wel een soort van wanten aan. Je hebt ook iets speciaals aan je voeten. Je hebt iets op je hoofd. En ook iets voor de mond, dacht ik, hè, als je erin gaat. Ja, alle extremiteiten moeten beschermd worden, omdat het bloed eigenlijk naar je koor van je lichaam getrokken wordt. En dat is de reden waarom dat allemaal goed beschermd moet zijn. Oké. Creo Sauna Center, allemaal aan elkaar.com. Daar zie je alles wat het is, wat het allemaal voor je lichaam kan betekenen. En veel getuigenissen van mensen die overtuigd zijn en die dat het al gedaan hebben. Oké, begin januari ga ik ervoor, hè? Ja, kom af, hè. En ik kom met je mee. Hè. Ik vind dat gewoon zelf ook fantastisch om erin te staan. Dus als er mensen zijn die niet alleen durven en alleen zijn, wij zijn er om jullie te begeleiden. Dus zeker en vast u niet laten afschrikken door de temperatuur. En is echt doen. Ga ervoor. Je mag mijn handje vasthouden de eerste keer. Dat doen we. Hey, fijne feesten voor jullie daar allemaal. En bedankt, want dat kan je dus echt wel een boost geven, hè? Ja, voilà. Zeker doen. Dankjewel, Alexandra. Heel graag gedaan. Bye bye. Tot later. Alexandra werkt.